onder de leiding van Wolvershuis het paasvuur als laatste keer. Ja, zal wel even een gedenkwaardig moment zijn. Is de buurt er al een beetje zin in? Loopt het een beetje? Ik denk het wel. Als ik zie hoe het hout alles aangebracht wordt. Heen en ver komen ze al met karren deze kant uit. Ook vanuit de buurt met wat grotere karren, een trekker ervoor. Ja, dat gaat wel goed komen. Eigenlijk zien we dat verspreid door de hele Achterhoek, dat de paasvuren weer in opbouw zijn. Wat maakt die paasvuren eigenlijk zo leuk? Ja, fikkie stoken vindt iedereen denk ik leuk. Ik ook. Dus dat is altijd mooi. Ja, verder natuurlijk het feestje eromheen. Een paasvuur met een lach en misschien ook wel een klein beetje een traan, want het is dus het afscheid. Waarom is het eigenlijk de laatste keer? Ik als uitbater ga hier bij het Wolvershuis stoppen. Graag wil ik het stokje overgeven aan iemand anders of aan een echtpaar. Maar in ieder geval, ik verwacht niet dat hier het Wolvershuis zelf stopt. Maar zelf als uitbater gaan we ermee mee stoppen. Wolvershuis van groot belang eigenlijk voor alle verenigingen. Wolversveen, onder meer de voetbalvereniging. En wat gaat er eigenlijk gebeuren als hier dat Wolvershuis weggaat? Ja, een beetje moeilijke materie natuurlijk. Komt er een andere uitbater, dan kan het gewoon zo door blijven gaan zoals het nu is. Of ja, dat ligt natuurlijk aan diegene die het stokje over wil nemen. Voor de verenigingen is het een beetje zenuwachtige periode van ja, wat gaat er dadelijk gebeuren? Kan ik hier nog wel mijn kopje koffie blijven drinken voor in het café? Is er nog steeds de mogelijkheid om een toneeluitvoering neer te zetten of het buurtfeest? Ja goed, de tijd zal het leren. Ik kan daar verder niks over zeggen. Ik wilde wel graag in meedenken en helpen om in ieder geval de toekomst veilig te stellen. Dat er een functie blijft hier.